Mevrouw, de personeelstekorten zijn overal groot. Als u werkgever zou zijn, hoe zou u dan aan personeel komen? Ja, ik zou het vooral als het gaat om pubers, zou ik het vooral doen via social media. TikTok, Instagram, Snapchat. En gaat het wat om oudere personeel, zou ik toch gaan via Facebook, uitzendbureaus, kranten, mond-op-mond reclame, maak het kenbaar. Dus zo zou ik het eigenlijk aanpakken. Ja, ik zou gewoon een stukje soort van marketing zeggen, dat je gewoon in ieder geval bekend maakt dat je personeel nodig hebt. En natuurlijk, ja, het belangrijkste voor toch veel mensen is gewoon het loon, een goed loon. Dan komen de mensen ook vanzelf wel, denk ik. Ik denk een combinatie, een stukje van bekijken of er budget is voor een opleiding. En sowieso wat je heel vaak hoort bij sollicitaties is dat ze vragen om werkervaring. En ik ben zelf werkzaam in de zorg. En wij zien het ook dat er veel personeelstekort is. En ik denk heel erg het heuveltje stukje waar wij tegenaan lopen is dat wij voor de stagiaires niet kunnen behouden. Omdat er ook elders natuurlijk grote aanboden zijn en daar ook opleiding wordt aangeboden. Dus ik denk dat de werkgevers eigenlijk met elkaar meer om tafel moeten om te kijken van kunnen wij de jongere generatie, dus de stagiaires of degene die net van school komen of een opleiding hebben, of ze wat van elkaar over kunnen nemen. Ik zou me in eerste instantie melden bij de opleidingsscholen. En daar kijken of we daar jonge lui kunnen motiveren om bij ons bedrijf te komen. Dat is wat ik zou doen. Sowieso langs de traditionele wegen adverteren in de krant. Terug met een heel leuke advertentie. Misschien sociale media, alhoewel dat ik niet zo voor die kanalen ben. Ik zou dat gewoon echt meer op een ludiekere manier aanpakken. Maar nu zijn er natuurlijk veel meer werkgevers die vissen allemaal in dezelfde vijver. Wat zou jij dan extra's te bieden hebben? Nou ja, extra's. Ik bedoel, je kan je werk niet heel veel anders voorstellen dan dat het is. Dus gewoon toch proberen de arbeidsomstandigheden goed voor elkaar te hebben. Waardoor mensen gewoon fijn werk kunnen hebben. Dus dat het gewoon mensen vanzelf wel aan zal trekken. En ja, verder dus gewoon. Ik denk met goede lonen en dat je gewoon het goed voor elkaar hebt. Goede flexibele tijden is ook nog wel fijn voor mensen. Dat vanzelf de mensen wel dan komen. Ja. Nou ja, show je bedrijf. Laat je medewerkers zien met wie ze samenwerken. Laat zien wat jullie produceren. Toon interesse, laat de interesse opwekken. Hangt er ook vanaf welk bedrijf je hebt. Misschien wat workshops of ook in verband met het bedrijf natuurlijk. Wat je doet, wie je bent. Want het is natuurlijk de kunst om nieuw personeel binnen te krijgen. En zou dat ook kunnen door middel van bijvoorbeeld een open dag? Ja, een jobdag, een open deurdag. Dat hangt er ook vanaf in welke sector dat je werkt. En ik zou zeker in mijn advertentie de mensen proberen te triggeren. Dus niet te veel bloot te geven, zodanig dat ze zelf een beetje nieuwsgierig worden van wat die job inhoudt en ook het loon en die dingen. Je werkt zelf in de zorg en iedereen vest in dezelfde vijver natuurlijk. Ja, juist. Ja. Waarin kan de zorg zich onderscheiden van andere sectoren? Ik denk het stukje opleiding wel. Kijk, je kunt in de zorg natuurlijk heel breed worden opgeleid. En ik werk dan zelf in de GGZ. En als ik naar mijn andere instelling kijk, dus met name voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, het ziekenhuis gebeuren. Ik denk dat ze daar meer moeten, dat ze dat ook aantrekkelijker moeten maken. Zou het helpen om toekomstig personeel beter te betalen? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, loon dat kan motiverend werken, maar dan kan ik wel demotiverend werken. Ik denk dat je moet kijken van het werk aantrekkelijker maken van waar kan ik mijzelf in de toekomst zien, in welke functie? Ja, maar het betalen, zeg ik altijd, is gewoon een cirkel. Jij krijgt meer, de bakker moet ook weer meer, dus wij moeten weer meer. Het blijft gewoon een cirkel en dat helpt het niet. Nee, daar ben ik geen voorstander van. Want uiteindelijk is het zo, krapt de markt weer in, dan gaat het dure personeel als eerste er weer uit. En dan moet er nog wat overblijven om leuk te vinden. Nou, dat bedoel ik. Ja, ik denk ook wel dat werkgevers alles er al aan proberen om mensen binnen te halen. Dus wat er dan nog nieuw kan zijn, weet ik niet. Klopt het dat het beeld dat veel jongeren het moeilijk vinden om te gaan werken?
Nou ja, ik heb 2 baantjes, maar ik vond het ook wel moeilijk om te gaan werken. Maar als je er eenmaal mee bezig bent, dan wil het wel. Als dat beeld klopt, nou voor mijn gevoel in mijn klas ook, dan werkt volgens mij bijna iedereen wel. Dus het is alleen kiezen welk baantje dan. Dus het kan zijn dat sommige werkgevers de indruk hebben dat het moeilijk is. Maar dan gaat daar dus toch iets mis. Dan moeten ze misschien toch de loon omhoog doen of iets meer doen aan het binnentrekken van mensen. Ik denk sowieso dat ze moeten beginnen bij het stukje middelbare school. Wij bijvoorbeeld kennen is snuffelstages. En als jou veel de jongeren gaan leren, dan praat je denk ik over een leeftijd van misschien 15 tot en met 17 jaar. Om die alvast kennis te laten maken met hun toekomstige werkveld misschien. En niet pas op latere leeftijd. Ja. Een leuke faf organiseren en die op die manier mensen uit te nodigen. En er misschien ook een leuk thema rond te maken. En zodanig dat er op die faf kan genetwerkt worden. En dat dan eigenlijk de werkgevers de kans krijgen rond leuke tafeltjes of het een of het ander in groepjes iets hun licht te kunnen gaan opsteken. Dus in een informele toestand. Dat zou helpen, denkt u? Ik denk dat wel. Want nou, dan hadden meer de mensen aantrekken die voor de job in het bedrijf komen en niet zozeer op dat loon. Wat vind jij het belangrijkste op de werkvloer? Op de werkvloer zelf ook wel gezelligheid. Natuurlijk ook flexibiliteit, dat je gewoon af en toe een pilsje kan doen op de werkvloer. Dat vind ik altijd wel heel leuk, want bij mijn andere werk heb ik dat ook. Nou, ik kan altijd gewoon een biertje doen en zorg ik wel voor een goede band met de collega's. Stel, je hebt nog 2 bedrijven die je hebt om uit te kiezen. Wat geeft volgens jou, of voor jou, de doorslag? Ook met de tijden dat je kan werken eigenlijk wel. Dat vind ik wel heel belangrijk, ook in combinatie met de studie en zo. Kortom, er zijn mogelijkheden voldoende voor werkgevers om aan personeel te komen. Ik denk wel. Ja, ik denk wel. Je moet alleen zorgen dat ze je zien. Dat is het belangrijkste.